We gaan het hebben over het Rode Kruis. Dus het tekort aan vrijwilligers. Ja, want komt het Rode Kruis straks zelf in nood? Dat is even de vraag. Het zou zomaar kunnen als het tekort aan vrijwilligers groter wordt. Dat staat in het AD deze ochtend. Komt onder andere door de asielcrisis in Ter Apel bijvoorbeeld. Daar zien we hier beelden van. En ook door de naderende vaccinatieronde. Daar zijn allemaal extra vrijwilligers voor nodig. 1000 extra. Voor nu is het tekort nog niet acuut. Dat benadrukt ze wel in de krant. Er zijn namelijk 15.000 vrijwilligers actief die ze kunnen inzetten. Maar nou ja, er zou nu wel een nieuwe lading bij moeten komen. Nieuwe hulpverleners die worden getraind om voorbereid te zijn op alle crisissituaties. Nou, waar zijn ze dan naar op zoek? Vooral mensen die natuurlijk niet twijfelen om op een crisissituatie af te gaan. Een beetje flexibel zijn. Ze moeten, vrijwilligers moeten minimaal 6 uur per maand beschikbaar zijn. Nou, dat valt volgens mij nog wel mee. En je krijgt dan een training van in ieder geval 30 uur... Tenzij je EHBO-diploma hebt, want dan wordt die korter. Ja. Interesse hier om vrijwilliger te worden? Nou, ik ben al vrijwilliger bij allerlei organisaties. Maar ik vind het eigenlijk wel schrijnend dat het nodig is. Hè, voor in Nederland dat het Rode Kruis extra vrijwilligers moet zoeken voor bijvoorbeeld de vluchtelingencentra te ondersteunen. Terwijl Nederland toch ook bekend is dat we veel vrijwilligerswerk doen. Ja, ja, maar dat zou toch eigenlijk in Nederland niet nodig moeten zijn. Tegelijkertijd zie je als Oekraïners hier naartoe komen als vluchteling, dat we met z'n allen heel erg bereid zijn om ze op te vangen. Dus ik denk die bereidheid om mensen te ondersteunen en om vrijwilligerswerk te doen, die is er best. Ja. Ja. Maar ziet u dat afnemen, die bereidheid? Ook omdat mensen andere zorgen aan het hoofd hebben. Af en toe nemen. We hebben in Rotterdam heel veel geïnvesteerd de afgelopen periode in één wijk. Dat was tot voor kort de armste wijk van Nederland. Daar zit een ontzettende lift-up in. Heel veel geïnvesteerd. Ontzettend veel mensen die wat doen voor die wijk. Bospolder, Tussendijken. Daar lopen vrijwilligers rond die nu al echt bezig zijn om iedereen te helpen. En als we iets hebben, die plekken gaan we straks aanwijzen voor als het koud is. Daar moet extra eten naartoe. Die mensen moeten toch nog helpen bij isoleren en besparen. Die moeten we proberen aan het werk te krijgen. Heel veel. Superveel betrokken mensen. Maar je ziet ook in algemene zin dat mensen echt denken, ik heb wel andere zorgen dan vrijwilligerswerk te gaan doen. En ja, wat ook wel vaak terug hoort, je moet toch weer beschikbaar zijn. Ik weet het van mijn ouders, die ook vrijwilligerswerk. Mijn vader heeft lang op zo'n busje gereden. Maar ja, dan moet je er wel elke dinsdag zijn, van zo laat tot zo laat. Dan begint het toch een beetje als werk te voelen. Ja, dat het dan toch te veel verplichting wordt. Er zijn personeelstekorten, hè? Dus ook in de zorg bijvoorbeeld wordt ook gevraagd aan mensen, werk een extra dienst of werk meer uren. En dat gaat ook weer af van de tijd die mensen aan vrijwilligerswerk kunnen besteden. Ja.